vocalistenconcours. Florieke Beelen won in 2014 maar liefst 4 prijzen tijdens het IVC en heeft een prachtige carrière. Konstantin Napolov en Eke Simons vormen een bijzonder muzikaal duo, slagwerk en piano. Kijk mee op radio4.nl en zie wat hier allemaal opgesteld staat. Ze hebben een gloednieuwe cd, die heet The Collectors. En ze zijn vandaag bij ons, niet alleen spectaculair om te horen dus, maar ook om te zien. Konstantin, The Collectors, jullie zijn verzamelaars? Ja, zeker. We hebben 1,5 jaar hard gewerkt om deze cd samen te stellen. Ook opdrachten naar componisten gegeven van Duitsland, Nederland, Australië. En ja, ook hard gestudeerd. Een mooie cd opgenomen. En die gaan we nu een beetje laten horen. Straks een beetje van de plaat zelf, maar nu live. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu de eerste stuk spelen van cd. En dat is een stuk door de jonge en getalenteerde componist van Den Haag. De Haag, Jan-Peter de Graaf. En het stuk heet The Bells of St. Clement. Dit is het eerste deel. Dus we beginnen in Nederland. Ja. The stage is yours. Ga je gang. Even de gong laten uitklinken. Lange naklank. Eerste deel, Oranges and Lemons van The Bells of St. Clements van Jan-Peter de Graaf. Nederlands componist die zich enorm in de kijker heeft gespeeld, omdat hij eerder dit jaar Rostrum of Composers gewonnen heeft, componisten onder de 30 jaar, met een stuk dat in de NTR zaterdagmatinee klonk, begin van dit jaar, Le Café de Nuit, naar een schilderij van Vincent van Gogh. En dit is een nieuw stuk dat hij geschreven heeft voor Konstantin Napolov en Eke Simon, slagwerker en pianist. Eke, hoe lang spelen jullie al samen?
Ik denk zo'n 3-4 jaar dat we zijn begonnen met het toen bestaande repertoire. En hoe vaak spelen jullie? Nou, op het moment meerdere malen per maand. Ja. En, en ook repeteren, zeg maar. Hoeveel avonden in de maand kun je vrijmaken? Of dagen? Hoe gaat het? Ja, voor dit project, om dit allemaal klaar te maken. Want op een gegeven moment, dit zijn dus allemaal nieuwe composities. Die druppelen dan één voor één binnen. Maar er zit ook heel veel tijdsdruk achter. Hè? Anders moet op een bepaald moment af. Er is een cd-opname en zo. Ja. Dus toen hebben we flink wat gerepeteerd. Heb je zomervakantie gehad? Nee, dat heb ik niet nodig. Dat heb ik niet echt nodig. Ik houd van wat ik doe. Ja? Je werk is je vakantie? Ja, dus mijn vakantie was gewoon verder te oefenen en voor première te voorbereiden. Ik ken jou al een aantal jaren. De eerste keer dat ik jou ontmoette was bij het Grachtenfestival. Toen je binnenkwam bij het conservatorium concours en dat meteen op je naam zette, meteen won. Hoe lang geleden is dat? Het was 2013. Dat is alweer 5 jaar geleden. Winter van 2013. Ja. Je Nederlands is er enorm op vooruit gegaan. Bedankt. Voel je je hier nu ook thuis? Is dit nu je thuis geworden? Ik moet zeggen dat ik hou van Nederland. En ik heb net mijn inburgering cursus en inburgering diploma gehaald. Heb je die gehaald? Ja. Ik vrees dat ik hem niet zou halen, weet je dat? Het is echt ongelooflijk. Ik heb een beetje meegekeken. Ja. En het is ook heel leuk hoe Constantin dat heel enthousiast heeft gedaan. Ja. Want hij was echt heel geïnteresseerd en hij wilde het ook echt allemaal heel graag weten. Ja, over Nederlandse geschiedenis en zo, wat moet je wel weten dan? Ja, wat het interessante heb ik gevonden, dat is examen van maatschappij, van Nederlandse maatschappij. Dat vind ik wel interessant, dat sommige dingetjes, dat kan je niet zo meteen leren. Niet op de nieuws of zo, maar wel veel over de geschiedenis, omdat ik hou van Nederlandse geschiedenis en over gewoon geschiedenis in het algemeen. Dat is mijn echte liefde, tweede liefde zou ik zeggen. En voor mij Nederland is best wel een sterke land, was altijd met eigen ideeën en echte voorvechter. Dus dat wist je al wel, Nederlandse geschiedenis, daar was je al iets van op de hoogte? Ja, maar dit was een boekje rond 100 iets pagina's die ik moet lezen voordat ik die examen heb. Maar dat was niet moeilijk, dat was leuk. Elke ochtend 2 uurtjes voordat je gaat ontbijt hebben, ja, dat is leuk. Je moet er wat voor over hebben. Eetje, een piano is een slagwerkinstrument, zat ik me te bedenken. Of? Ja, nou, is het vloek in de kerk, wat ik nou doe? Nee, dat vind ik niet. Maar ik denk dat het heel veelzijdig kan zijn. Ik denk dat het is mogelijk om ook echt te zingen op een piano. Is wel heel lastig. Ik denk dat de percussief op spelen is veel makkelijker. Maar, want het zijn hele trits hamertjes voor je neus, hè? Ja. 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 Nee, maar ja, het is juist de veelzijdigheid die ik leuk vind. Ja. Dus daarom ook dat ik moderne muziek ook heel leuk vind om te doen. Nu ligt hier voor jullie, ja, op de toonbank, zeg maar, de spullen die wij net thuis achter de schotten op zolder hebben opgeborgen. Want onze jongens zijn nu zo oud dat we dat niet meer nodig hebben. Hier ligt van allerlei speelgoed. Er ligt een nijntje en er ligt van alles en nog wat. Vertel eens. Ja, dit hoort, even kijken. Nou, van Constantin is een beetje gemengd, want dat hoort ergens anders bij. Maar het meeste hoort bij het stuk van Moritz Eggert, wat ook op de cd staat. En dat stuk heet The Collectors. En daar is onze cd ook naar vernoemd, omdat wij dus inderdaad ook stukken verzamelen. En hij heeft daar, compositorisch, heeft hij daar materiaal verzameld. Maar ook qua instrumenten. Dus dat was voor mij wel heel erg nieuw, want ik heb best wel wat moderne muziek al gespeeld. Maar hier moest ik echt bijna als een slagwerker spelen. Ook met een cymbaal erbij en met een linkervoet nog een woodblock. En dit zijn allemaal dan de toy instruments. Er hoort nog een toy piano bij, die was een beetje zwaar om mee te nemen. Ja, maar dat is leuk. Wil je een demonstratie? We hadden een spannend moment in december. Dat is voor dat stuk was geschreven. We waren bij Moritz thuis op een interview op te nemen. Met hem hoorde stoek. En hij heeft gewoon een aparte kamer, denk ik 12, 15 kwadratmeter. Ja. Helemaal vol met, tafelspel. Tafelspel. Alle soorten. En niet één plank, maar gewoon tot het plafond. Tot het plafond. Hij is echt een verzamelaar ook. Ja, en alle soorten spullen, grote dossen met verschillende. Dit is gewoon verrassend, echt. En dat past natuurlijk in jullie filosofie, als ik het goed begrijp. Want jullie zijn verzamelaars. Jullie willen stukken verzamelen voor de combinatie piano, vleugel en slagwerk. Ja. Om een nieuw repertoire op te bouwen. Ja,
Dat was de bedoeling van deze programma. Zullen wij eens luisteren naar een stukje van de cd dan, van Moritz Eggert? Ja. Want ik begrijp nu, denk ik, dat we dat van cd gaan draaien, omdat jullie dat niet, die hele winkel van Sinkel, mee hebben kunnen nemen. Het kan. Het kan. Maar het is inderdaad extreem grote setup. Ja. Ja. Gaan we Nijntje ook horen? Ja, weet ik niet. Ik wil wel even demonstreren. Ja, doe maar. Hier, dit is eigenlijk de squeezing object. Ja. Dus dan moet je op zoek naar, hè, dat staat dan in de partituur, staat dus geen Nijntje natuurlijk, maar daar staat squeezing object. Maar toen heb ik deze van een hele lieve leerling van mij gekregen. Ja, en die druk je in en die is dus heel precies. Dus dan ga je, dan is het heel grappig, want dan ga je dus op zoek naar iets wat je heel precies kan indrukken. En wat direct reageert en wat niet er afrolt en zo. Ik heb hier nog een poezengeluid. Ja, dat is animal sound. Ook tamelijk precies. Tafelbel. De bekende moebox. Ken je dat? Ja. Geweldig. En die mag je nog wel even. Doe maar. De fluit. De... Goed, het is feest. Oké. Okay. Ja, maar nu er komt een stukje van de stoek. Wel roestigster, zal ik zeggen. Een stoek van de Collectors door Moritz Eggert. Waar is echt veel liefde zit in. En wel mooie klinkende instrumenten. Moritz Eggert heeft ook een meditatieve kant. Die laten we nu horen. Ja. Uit The Collectors van de Duitse componist Moritz Eggert. Zelf een verwoed verzamelaar van allemaal objets trouvés, zoals ze dat in de kunstwereld chic noemen. Maar het kunnen ook Nijntjes zijn en fluitjes en koebelletjes en dergelijke. Konstantin Napolov, slagwerk, Eke Simons, piano, vleugel. Die combinatie, die bestaat hier eigenlijk wel? Zijn er ensembles met piano, vleugel en slagwerk? Ja, dus heel erg weinig. Er zijn wereldwijd zijn er wel een paar te vinden. En daar wordt veel al
ja, er worden veelal bewerkingen gespeeld van wat populairdere muziek. Voor zover we weten dan. En dat is ook precies waarom eigenlijk dit hele project tot stand is gekomen. Omdat wij begonnen samen te spelen. En er was gewoon zo weinig repertoire. En vooral zo weinig echt flinke repertoirestukken. Ja. Had Béla Bartók maar nog geleefd, hè? Ja. Want dat is wel een beetje de pionier. Zijn sonaten voor twee pianos en slagwerk. Zijn muziek voor snaren, slagwerk en celeste. Ja. En slagwerk, dat betekent dus ook de piano. Ja. Toch? Die zag dat echt als een slagwerkinstrument. Ja, mijn droom was altijd het een opdracht naar Schnitke te geven. Alfred Schnitke leeft ook niet meer. Ja. Maar goed. Dit is, dus nu is jullie taak en jullie missie om componisten naar jullie toe te halen om voor jullie te schrijven. Ja. Jan-Peter de Graaf heeft dat gedaan, The Bells of St. Clemens. Ja. Yannis Kyriakides, Cypriot die in Nederland gekomen is, woont en werkt al jaren in Nederland. Een waanzinnig virtuoos componist, grootheid. Moritz Eggert, ook een hele grote naam in Duitsland. En de andere die erop staat ken ik niet, Samuel Panderbain uit Australië blijkt, hè? Ja. Wie is hij? Samuel is eigenlijk leerling van Moritz Eggert. Wat wij hadden ingedacht dat wij moeten juist een goede encorestuk hebben. Dat mensen gaat echt van het gewoon stoel springen. Echt veel enthousiasme, lasten opbouw van, kunnen we zeggen, van enthousiasme voor het publiek. Oh, hij is echt een theaterman, hè? Die, ja, maar die Samuel Panderbain is ook echt een theaterman. Dat kunnen jullie binnenkort horen. Het is een theatraal stuk. Ja, dus hebben wij naar Moritz gevraagd of hij wil misschien met zijn leerlingen praten of iemand wil voor ons een werk schrijven. En Moritz heeft gezegd, ja, ik heb één gekke als jullie componist en leerling. Dus ja, jij gaat dat doen. En Moritz heeft wel een ongelooflijk mooi stuk voor ons geschreven, vinden wij. En dus hij is nu 28, best wel jong. Hij verhuist naar München en nu hij woont in Hamburg. En hij is artiest in resident, dus componist in resident bij Hamburgse opera en ook in Berlijn. Dus hij is jong, maar ja, best wel bekend. Heb je het nu over die Moritz Eggert of nee, over ik bedoel die nu Panderbain? Panderbain. Oké, okay, dus zo jong en zo succesvol als leerling van Eggert. Ja, ik was naar Hamburg geweest. Wanneer was dat? 3 maanden geleden of zoiets? 3 maanden geleden. Hij had al 2e opera-première in Hamburg, Staatsoper. Dus jullie hebben een paar grote vissen aan de haak geslagen de afgelopen paar jaar. Eke, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, nou, papiertjes en vullen. Eerst heel veel overleggen samen van welke componisten vinden wij dat niet alleen die we goed vinden, maar die ook goed voor onze instrumenten schrijven. Heel belangrijk. Verschillende stukken. En inderdaad goed verschillende variëteiten tussen de componisten. En dan vragen of ze een stuk voor ons willen schrijven. Ja. Wat dan nog maar de vraag is bij iemand als Moritz Eggert of die daar wel tijd voor heeft überhaupt en zin en in heeft. Hoe financier je dat dan? Ja, dan komt dus. Ja, ik denk dat wij ongelooflijk geluk gehad. Kunnen wij op radio over geld praten? Of hoeveelheid? Ik weet niet. Ja, feel free. Maar als het fout gaat, dan grijp ik wel in. Maar ik weet niet of ik in zou moeten grijpen. Ja, ik voel wij hebben gewoon ongelooflijk geluk gehad. Ja, toch een hard werk gedaan. Maar we hebben bij elkaar 25.000 alleen voor honoraria gekregen voor componisten. En voor Yannis Kyriakides en voor Jan-Peter de Graaf. Dat was gefinancierd door de Fonds Podium Kunsten. En Jan-Peter de Graaf was ook ondersteuning van Gaudeamus Muziekweek. Gaudeamus, die net voorbij is, hè? De Gaudeamus Muziekweek. Ja, dat is een partner. Jullie hebben gewoon de wind mee, dat blijkt. Want partijen die steunen jullie in dit hele project. En het is ook een uniek project, want dit ensemble bestaat niet of nauwelijks, helemaal niet in de serieuzere muziekwereld. In de populaire wereld bestaat het wel, hoor ik je zeggen. Weet, goed. Dus de toekomst is aan jullie. Dat is duidelijk. Ja. En nou gaan we luisteren naar wat dus, nu begrijp ik het, als laatste op de cd ook staat. Ja. Want dit is het meest theatrale. Ja. Maar daar is ook Moritz Eggert, de culminatie voor Moritz Eggert. Dat is wel ook enorm theatrale met veel. Daar in de 2,5 minuten gebeurt bijna 50 instrumenten. We spelen bijna 50 instrumenten. Uit die verzamelkast van hem. Ja. Ja. Maar dit is Shameless, heet het. Ja. Ja, van Samuel Panderbain. Hele geschikte titel. Ja, want hij heeft. Je merkt het zo wel. Want alle goede smaak lapt hij aan zijn laars. Ja, het gaat eigenlijk over een soort sportsman.
of zo. Of ja, tennisspeler. Die gaat echt gewoon echt wow, prijs gewonnen. Dan krijg je schreeuw. En dan vrouw gaat, ja, yeah, ja, yeah, wat mooi. Gewoon fanatiek worden. Maar ja. Ja, Constantin gaat echt als een tennisspeler inderdaad tegen die instrumenten slaan. Kan ik blijven zitten of moet ik de tent uitlopen even? Nee, nou, zo hard is dat niet. Fasten your seatbelt. Constantin Napolov en Eke Simons in Shameless, Take Your Seats Please. Van de Australische componist, jong is hij, succesvol. Hij is composer in residence bij de opera in Hamburg. En zijn naam is Samuel Panderbane. Zo waren we even op Centre Court in Wimbledon in Londen met Shameless van Samuel Panderbane door het duo Constantin Napolov en Eke Simons, slagwerk en piano. Unieke combinatie. De cd heet The Collectors. Het project is eigenlijk net begonnen, want er komen stukken naar hen toe. Ze hebben het uitstaan al met verzoeken de wereld over. En dit is net uit op cd. Het label heet TRPTK Triptych. Net verschenen. Leuk, mooi. 6:12, tijd voor de ANWB met Helene Geest.